Huldiging in de Lier, ja, wat maak je nou weer allemaal mee? Ja, ik vind het echt, het is echt geweldig. Ja, ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn. En ik vind het gewoon heel bijzonder dat dat allemaal van mij komt. Had je eigenlijk al door in Pyongyang dat er hier ijs lag in de Lier? Ja, nou, ik wist het. Ik lees op de NOS app lees ik wel eens de concurrentenstrijd met wie de eerste ijsbaan is en wie ijs heeft. Dus dan volg ik het wel hoor, dan weet ik het. En daar staat de Lier ook altijd bij? Ja, zeker. Dus denk ik altijd, oh mooi, kom op. We zien een hele mooie plak om jouw nek hangen. Je bent er blij mee uiteraard, maar hoe blij ben je ermee? Ja, echt. Echt heel erg blij. Ik ging naar deze Spelen echt om een medaille te winnen. En ja, je bent er echt heel lang voor aan het trainen. En vorige Spelen deed ik nog mee om meer om het meedoen. Tenminste, je gaat natuurlijk voor het hoogste, maar dat maakte ik gewoon geen kans. En nu ging ik er echt voor. En het is zo fijn als dat dan uitkomt en het toch wel wordt beloond. Al het doen en laten wat je ervoor voor doet. Even voor de mensen, in Sochi was je blij dat je dat naartoe mocht. En nu ging je echt voor een plak. Ja, in Sochi gingen we met de relay gingen we ook echt wel voor de finale. Maar individueel had ik er niet zo heel veel te zoeken. En nu ging ik individueel en met de relay voor een medaille. En dat is nu gelukt. Hangt een bronzen plak om je nek, maar hij zit daar een gouden rand aan. Ja, het voelt echt als goud, omdat we natuurlijk geen kans meer maakten, dachten we, in de B-finale. En we wisten wel dat het een klein kansje was, maar ja, die kans, dat gebeurt gewoon nooit. Dat er twee disqualificaties vallen in de A-finale. Dus als je dan toch nog die medaille wint, terwijl je al denkt dat het niet meer mogelijk is, dat geeft dan echt, dan voelt het als goud. De euforie van een gouden medaille. Ja, dat was het zeker, ja. Dan je individuele nummers, daar ben je wat minder tevreden over, denk ik. Ja, heel teleurstellend eigenlijk. Ik lag er best wel snel uit, de kwartfinales. En terwijl ik normaal halffinales of B-finales schaats. En dat viel gewoon heel erg tegen. Terwijl het schaats ging heel goed daar. Maar ja, ik weet niet, moet ik toch gaan kijken wat ik daaraan kan gaan doen voor de komende wedstrijden, zeg maar. Daar heb je nu nog geen tijd voor gehad om daarnaar te kijken, om dat echt goed te analyseren. Ja, ik heb natuurlijk wel mijn ritten teruggekeken, maar er komt niet zoveel op je af. En echt om rustig alles even te evalueren, dat ga ik sowieso na het WK doen, na het seizoen. En dan weer oog op volgend seizoen. Sommige schaatsers zijn nog ineens terug in Nederland. Jij bent wel terug, maar je gaat ook weer snel weg. Ja, vrijdag gaan we weer naar Montreal, naar Canada voor het WK. En dat is dan de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus ik heb er heel veel zin in en ook wel zin dat het dan klaar is. Dat is het laatste wat je gaat doen en dan ga je? Vakantie vieren en aan mijn studie. Dat moet ook weer opgepakt worden. Dat heeft wel een beetje stilgestaan. Dus, je hebt een kleine achterstand opgelopen? Ja, een lichte, hele grote achterstand. Ja. Dan volgend jaar, daar wil je helemaal nog niet aan denken. Maar het is natuurlijk een traject van 4 jaar waar jullie eigenlijk in zitten. Dat is nu eigenlijk afgelopen. Hoe ga je dan een komend jaar weer in? Ja, we gaan nu kijken. Ik weet niet hoe het met Jeroen Otter, mijn coach, gaat. Of hij doorgaat. En alles wordt nieuw. Je krijgt nieuwe mensen in het team. Mensen stoppen. Maar ik ga gewoon door. En ik wil gewoon voor de volgende Spelen gaan. En dan zie ik wel wat het team nu brengt. En dan gaan we een plan maken. Ja. En het liefst met dezelfde meiden als wij nu die bronzen plakken. Dan over 4 jaar een echte gouden plak. Ja, Jorien die stopt sowieso, dus dat gaat niet lukken. Maar dan gaan we natuurlijk echt voor goud. Maar ja, dat gingen we al, dus het blijft gewoon moeilijk, hè. Anders is het ook niet leuk, denk ik, als het zo makkelijk zou gaan. En dan hangt er maar één om je nek mooi. Ja, daarom. Daar ben ik heel blij mee.